De passie voor technologie is op het Forum van Tweakers volop aanwezig. We komen daar dan ook geregeld de meest waanzinnige collecties en meesterwerken tegen. De hoogste tijd dus om bij een aantal van deze tweakers een kijkje te nemen. Mijn naam is Philip, op Tweakers beter bekend als HTIP. Dat staat voor Home Theater in Progress. Ik verzamel graag films, ik kijk graag films, ik luister graag muziek. En HTIP staat voor Home Theater in Progress, omdat je met deze hobby eigenlijk nooit klaar bent. Ik heb eigenlijk sinds kind af aan altijd bezig geweest met audio. En sinds een jaar of 10 in aanraking gekomen met surround. Maar als je met buren zit, kan je eigenlijk nooit een keer een beetje een film op referentieniveau, zeg maar, kijken zoals in de bioscoop. En toen ontstond het idee voor een compleet aparte ruimte. Maar in ons huis ging dat niet. En toen zijn we gaan kijken naar een huis waar dat wel in kon. En toen hebben we een huis gevonden met een kelder. En dat is nu een jaar of 6 geleden. En toen heeft het, het is vrij snel gegaan toen. En na 3,5 jaar konden we hier onze film bekijken. Dr. Banner. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Captain. I'm always angry. Ik ben eerst heel veel gaan lezen. Ik heb veel kennis opgedaan, want ik wist er ook helemaal niks van. En akoestiek, dat was allemaal heel belangrijk, hoorde ik. Maar ik wist niet wat ik daar moest bij vinden. En via heb ik toen op een gegeven moment heb ik een vraag gepost. Omdat ik vond dat daar veel kennis zat. En toen ben ik in aanraking gekomen met iemand die heel veel over akoestiek weet. En toen ben ik een ontwerp gaan maken, gewoon puur van hoe ik de ruimte graag zou willen zien. En hij heeft toen gezegd van oké, dan kunnen we eens gaan kijken of we daar ook iets mee kunnen gaan doen. En toen hebben we een meting gedaan. En daar schrokken we, ik schrok daar heel erg van. Hij niet, want hij had wel erger gezien, merkte ik. Maar in ieder geval de nagalmtijd was, want daar gaat het dan om, is zo hoog. Dat je hier eigenlijk niet fatsoenlijk muziek kon luisteren. Het was gewoon één grote galmbak. Dus daar is mee begonnen. De akoestiek is ook eigenlijk het belangrijkste onderdeel om een geluid goed te krijgen. Je kan met heel veel dingen tweaken, want er gebeurt heel veel. Maar zonder een goede akoestiek, zonder een goede basis, is het eigenlijk heel erg moeilijk. Daarna zijn we begonnen met bouwen. En alles wel met het ontwerp van die specialist. In het achterhoofd. En dat was best moeilijk, want er zijn dingen bij die ik nog nooit gedaan had. Een vlaag plafond maken, nog nooit gedaan. Bass traps bouwen, nog nooit gedaan. Maar het is allemaal wel gelukt. De reden dat ons geluid zo goed is en onder controle, is omdat we heel veel aan laagabsorptie hebben gedaan. Het laag is het moeilijkste om onder controle te krijgen. En eigenlijk is de hele projectieband die je hier nu ziet, is onderdeel van de akoestiek. Bijvoorbeeld deze. Deze is een groot membraan van 4 meter breed, 60 centimeter hoog. En die neemt alle frequenties van, 70 hertz nam die. Nou, en het moeilijkste is om nog lager te gaan. En daarvoor zijn deze bass traps.
Dat zijn eigenlijk, ja, ze noemen het lattenabsorbers. Dit zijn allemaal, dit is MDF van 30 mm. Wat een hele precieze afstand van elkaar moet zijn. Slechts 3 mm. Dus dat het heel moeilijk was dat om dat in elkaar te zetten. Maar dit geeft dus eigenlijk, die vangt eigenlijk, daarom is het ook een bass trap, hè. Hij vangt alle lage frequenties. Het is nog, elke keer als we hier zitten, is nog steeds een beleving. En voelen we ons nog steeds even trots als de eerste keer dat we hier zaten. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat binnen een paar jaar beu zou zijn. Want er komen altijd weer nieuwe films en we gaan niet meer naar de bioscoop. Dus wij moeten dan wachten totdat de film op Blu-ray uitkomt. Maar ja, als we hem dan kijken, ja, dan is dat net zoals als iemand naar de bioscoop zou gaan en de nieuwe James Bond gaat kijken, bij wijze van spreken. Ik gebruik alleen maar originele dragers als het gaat om cd's, super audio cd's, dvd's en blu-rays. Omdat het ook een onderdeel is van, je pakt een schijfje uit je collectie, je stopt hem in je machine en je gaat kijken. Dat vind ik toch nog iets van, je moet er nog iets voor doen om je favoriete film te gaan kijken. Dit lijkt inderdaad een koelkast of een bijzettafel. Maar ja, dit is onze subwoofer. Die produceert alleen maar laag. En vanaf 14 hertz, dus dat is alleen maar voelbaar laag. Mijn gasten zeggen dan meestal ook van, ja, mijn broek wappert of mijn haar beweegt. En dat komt puur alleen maar door wat dit ding produceert. En hij is, voorzitter, dit eraf halen. Dit is 18 inch. En je zou zeggen van, ja, waarom is hij niet veel te groot voor deze ruimte? Nou, een subwoofer kan eigenlijk alleen maar te klein zijn voor een ruimte. Als je een te kleine subwoofer hebt, moet je veel uitslag hebben. En veel uitslag is veel vervorming. En deze, ja, die kan 3 centimeter uitslaan. Maar ja, zover kom ik nooit. Ik weet niet of het 3 of 2 is. Maar ja, hij komt heel weinig naar buiten en bouwt toch heel veel druk op. En is ook heel erg snel, dus hij kan ook met muziek heel mooi meespelen. Zonder apparatuur hebben we dus, kunnen we nergens gebruik van maken. Dan is het alleen een leuke loze ruimte. Maar ja, om even door het rek heen te lopen. Deze verzorgt onze stroom. En die zorgt eigenlijk dat die aparte groep uit de meterkast wordt opgedeeld in 5 nog weer aparte groepen. Waardoor ja, elk apparaat elkaar niet stoort, zeg maar. Dit is onze stereoversterker. Die maakt er dus van dat we niet alleen de bioscoop ervaring hebben, maar ook een goede dedicated stereo set. Die we ook kunnen gebruiken als er surround is. Deze zorgt ervoor dat alle andere speakers en subwoofer wordt aangestuurd. En uiteindelijk hebben we nog een speler voor cd, blu-ray, dvd audio, super audio cd, maakt allemaal niet uit. En ja, wat misschien wel opvalt is dat er over van die dikke zwarte plaat onder liggen. Die zorgen eigenlijk voor ons echte goede geluid. Dat zijn speciale platen. Ik weet niet of ik een merk kan noemen, maar ze zijn van Crusade Audio. En die zorgen ervoor dat er zowel mechanische demping wordt gedaan, maar ook RFI. Dus er wordt de storing wordt er tussenuit gehaald. Want ze liggen niet alleen onder de apparatuur, maar ook onder de speakers en onder de subwoofer die je net zag. Nou, we hebben dus heel veel apparatuur en elke afstandsbediening, of elk apparaat heeft zijn eigen afstandsbediening. Dus we hebben inmiddels, ik geloof, 5 of 6 afstandsbedieningen. Wat ik hiermee doe, is zeggen van, ik heb hier een foto van mijn ruimte en ik kan naar elk afzonderlijk apparaat gewoon door aan te wijzen van, ik moet iets met de subwoofer doen, dan klik ik op de subwoofer en dan kan ik een hele hoop instellingen doen. En dan ga ik weer terug.
Dat kan ik met de afstandsbediening wat ik net deed, want dan maak ik hem schoon. Maar ik kan ook bijvoorbeeld naar de beamer. Dan kan ik heel veel zaken nog die je normaal eigenlijk nooit nodig hebt. Alleen als je hem gaat instellen. En voor de apparatuur kan ik of naar de speler. Of ik kan bijvoorbeeld naar de stereoversterker. Nou. En als ik dan weer klaar ben, dan ga ik weer terug naar naar dit scherm. En dan kan ik met de knop home. En dan ga ik weer terug en dan kan ik weer verder met de scène waar ik was. Kijk, op dit moment is dus de hype 3D, 4K. En los van dat ik daar heel erg veel moest voor investeren, denk ik niet dat dat zoveel verbetering brengt voor onze beleving. Ik heb meerdere keren 3D gezien in andere ruimte, ook in bioscopen. En het is voor mij niet wat ik graag zou willen. Ik vind ja, in ieder geval in onze situatie zijn we heel erg tevreden met het beeld. Dus daar zal geen verandering in de toekomst voor zijn. Nee. Nou, de vraag van hoeveel het gekost heeft, die krijg ik vaak. En ik beantwoord die altijd van, nou, het maakt niet uit waar je van film of muziek wil genieten. Je moet altijd investeren in apparatuur. Of je stereo luistert, of je nou surround luistert, of je een subwoofer wil. Dus daar kun je zo gek gaan als je wil. En als je alles zelf kan doen, dan kan je heel veel op de kosten besparen, zeg ik altijd. En als je puur gaat kijken naar het materiaal, want we hebben alleen maar materiaal nodig gehad, hout en verf en dat soort zaken, dan moet je denken aan zo'n 3.500 euro. Je bent eigenlijk even helemaal op jezelf. Je gaat er ook apart naartoe. Ja, we hebben een keer de film Twister gekeken en dat ging vrij heftig hier binnen. En toen kwamen we boven en toen was het ook vrij heftig buiten geweest. Een van onze tuinstoelen lag gewoon achter in de tuin. Dus het had toen echt gestormd, maar we hadden het helemaal niet meegekregen. Dus zo ver weg ben je van de wereld. You and me, we stay here on the ground. We keep the fighting here. And Hulk. Smash. Mijn directe omgeving is heel erg divers in zijn reactie. De ene vindt het ontzettend mooi en waanzinnig zelfs. Ik krijg vaak ook reacties van vrienden, familie van ja, dit is beter dan de lokale bioscoop. Maar ook wel eens reacties van ongeloof van nee, dat je wordt nog net niet voor gek verklaard, zeg maar. Hè, maar dat zullen ze nooit zeggen, maar dat denkt men misschien dan wel. Dus het is heel divers, maar wel allemaal leuke reacties. Ja. Ja, mijn vrouw en ik delen de hobby. Dat is eigenlijk ook het leuke van hoe dit eigenlijk allemaal tot stand gekomen is. We kijken graag film samen. Zij leeft dat ook mee met muziek. Iets minder dan ik, want muziek vind ik ook een onderdeel van de hobby. En zij is soms nog kritischer in het geluid dan ik. Dus dat helpt weer met een eventuele nieuwe uitgave.